Op 28 november 2009, aan de vooravond van het proces tegen Ivan Demjanjuk, komt Paul Helman als mede-aanklager namens zijn vader erachter dat zijn vader onder de schuilnaam Wouter in Lunteren ondergedoken zat en op 17 maart 1943 werd verraden, opgepakt en onmiddellijk via Westerbork op transport werd gezet naar Sobibor, waar hij enkele dagen later al werd vermoord. De daaropvolgende speurtocht leidde tot het boek Klein Kwaad, waarbij duidelijk werd dat er veel meer Joden in onder andere Ede op transport gezet waren dan de geringe aantallen die bij de burgerlijke stand van de gemeente Ede geregistreerd stonden. Ja, die waren allemaal ondergedoken uit Ede en die zijn vanuit Ede getransporteerd. Eerst naar Westerbork en daarna door naar de vernietigingskampen. En als je de leeftijden ziet en als je ziet waar ze naartoe zijn gegaan, ja, dan krijg je het koud om je hart. Met deze kennis werd het comité Herdenkingsmonument Ede op touw gezet om een monument op te richten en zo de herinnering van zij die afgevoerd werden naar de vernietigingskampen levend te houden. Nou, ik ben heel intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van het monument. En dat had nogal wat voet in de aarde, want wat ze wilden was een monument voor Edenaren die in Ede veelal waren ondergedoken en hier vandaan zijn getransporteerd naar de vernietigingskampen. En dat moest op een bepaalde plek. En het ontstond er een discussie van, ja, hebben wij wel alle namen van de mensen die hier waren ondergedoken? In Bennekom waren er heel veel, maar in Ede en in Lunteren waren ook heel wat mensen ondergedoken. En toen hebben wij uiteindelijk maar geconcludeerd van, de mensen die wij wisten, die komen nou op dat monument. Komt later, komen dan tot ontdekking dat er nog meer mensen zijn, dan kunnen die op het internet kunnen die worden gevonden. En uiteindelijk is dat een compromis geworden. En de plek was ook een probleem. Ja, het moest een mooie plek worden. En ik denk dat we erin geslaagd zijn om het Joodse monument op een van de mooiste plekken van Ede te situeren. In de nabijheid van het mausoleum, in de nabijheid van de slachtoffers, de militaire slachtoffers en in de nabijheid van het bevrijdingsmonument. En als je nou op de Paasberg loopt, ik denk dat er geen mooie plek in Ede is. Op 4 mei werd in aanwezigheid van het college van burgemeester en wethouders en genodigden een film vertoond over de oprichting van het monument. Er is een film opgemaakt over de achtergronden van de oprichting van het monument. Hoe heet het monument? Joods monument Ede. Na 70 jaar kunnen we dat nu extra gedenken. Er staat een monument hier in Ede. Dat is best bijzonder. Een Joods monument. En daar had ze allerlei zaken over verzameld. Dat sprak haar heel erg aan. En mijn belangstelling werd vooral getrokken omdat ik zag dat het pas in 2012 daar geplaatst was. Dat is niet normaal, want dat hoort veel vroeger te gebeuren eigenlijk, denk je dan. En ik ging die namen lezen. Dan zie je een paar namen uit Ede. Maar heel veel mensen die daar opstaan, komen uit Duitsland, Oostenrijk, Amsterdam, Den Haag. De stichting bestaat op dit moment uit 4 leden. En kunnen zich nog nieuwe leden aanmelden? Ja, uiteraard. Want het moet langzaam groeien. Het was voor ons heel moeilijk om contact te leggen met de Joodse gemeenschap in Ede. Die bleven een beetje in het verborgene, maar we hopen hiermee een mogelijkheid te geven om het verborgene te verlaten. Met ingang van 1 mei heeft de organisatie Hulp in Praktijk een eigen kantoor in gebruik genomen aan de Posthoornstraat 8 in het centrum van Ede. Diaconaal Platform van de Kerk is een overleg van ruim 20 kerken in Ede en de buitendorpen die op het zogenaamd diaconaal terrein samenwerken. En een van de projecten is Hulp in Praktijk. Die probeert mensen die beschikbaar zijn, voornamelijk vanuit de kerk, om hulp te bieden, te koppelen aan mensen in de samenleving, vaak buiten de kerk, die eigenlijk een hulpvraag hebben. Hoe kan hulp in praktijk in een gemeente met ongeveer 700 maatschappelijke organisaties nog onderscheidend zijn? Vanuit de Diaconaal Platform denken we vooral naar hoe kunnen we de kerkmensen versterken om hun dienstbaarheid aan de samenleving in te zetten. En een aantal mensen die vinden hun plek wel via een wereldwinkel, via dienstad, via presenten, die hebben dat al wel. Maar er zijn ook nog heel wat mensen in de kerk die zeggen, ik wil best wat doen, maar eigenlijk wil ik het liever doen met een beetje vanuit de achtergrond, ik doe het ook met in de achterhoofd, ik ben lid van een kerk. En via het netwerk wat we nu opzetten, proberen we vrijwilligers ook namens hun kerk inzetbaar te krijgen voor de samenleving. En in die zin zijn we onderscheidend, maar we werken ook met de andere organisaties, met de medewerker, met present, met dienstad, met de seniorenservice, werken we ook samen waar dat kan. Ja. We hadden pas in de uitzending het maatschappelijk netwerk. Gaat u daar ook aan deelnemen? We zijn er bij die eerste bijeenkomst geweest.
Het is natuurlijk nog een start, dus we willen eerst eens even kijken wat het is. Omdat wij ook moeten kijken, ja, als vrijwilligersorganisatie bij allerlei netwerken gaan zitten, terwijl je ook je gewone werk moet doen, daar zijn we nog niet helemaal van overtuigd. Dat moeten we even bekijken. Maar dat je als organisatie elkaar vindt en elkaar kunt versterken, dat is een goed, heel groot goed. En als dat het ook gaat worden, gaan we daar zeker bij aansluiten. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod is goed opgelost. Het werkt nu zo dat de hulpvrager of de hulpverlener kan hier in Ede naar een nummer bellen, een telefoonnummer, of via de website hipede.nl. Dan kan de vraag ingebracht worden, digitaal aangemeld worden. En hier zijn vrijwilligers, die gaan dan de vraag zien te koppelen. En eigenlijk werkt dat, zoals ik al zei, met een postcode zoeksysteem op de computer, waardoor iemand, nou, laten we maar zeggen met, zoals we hier zitten, postcode 6711, ook gekoppeld wordt aan iemand die, als het kan, een beetje in de buurt woont en aangegeven heeft, ik kan op dat soort vragen wel hulp bieden. Zodat je elkaar ook op een ander moment gewoon als buren, buurtgenoten, nog eens een keer tegen kunt komen. Hulp in praktijk roept vrijwilligers op zich te melden. We proberen een toegevoegde waarde te hebben dat mensen uit kerken die zeggen, ik zou best mensen willen helpen in mijn straat, vooral ook mensen die misschien niks met die kerk te maken hebben, ik wil dienstbaar zijn, maar ik weet ze niet te vinden. En dit systeem probeert juist mensen van de kerken te koppelen aan mensen in hun buurt, misschien niet gekoppeld aan de kerk, maar die wel een hulpvraag hebben. En daarin denk ik dat we proberen wat een eigenheid te hebben. Vrijdag 8 mei zijn de wieken van de eerste van de twee windturbines in de oksel van de A30 en de A12 geplaatst. Begin juni gaan deze molens stroom leveren aan 4200 huishoudens. Het windpark Maandenbroek grenst aan bedrijventerrein A12. De turbines krijgen een ashoogte van ongeveer 100 meter en kosten samen ongeveer 8 miljoen euro, inclusief infrastructuur. Aan de Dr. Kimmeijzerlaan in Lunteren is donderdagmiddag 7 mei rond 16:45 een 52-jarige vrouw zwaar gewond geraakt doordat ze met vloeren al door het balkon van haar woning zakte. De vrouw is met spoed naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. Volgens een woordvoerder van de brandweer Midden-Nederland is de oorzaak van het ongeval nog niet bekend. Het balkon zou ongeveer 4 jaar geleden zijn aangebracht. Er is inmiddels een onderzoek gestart om de toedracht van het ongeval te achterhalen. De nieuwe hersenhut op de Goudsberg in Lunteren is onlangs officieel geopend. Dit landschapsobject is onderdeel van het project De Goudsberg, middelpunt van Nederland, dat de schatten in dit gebied op een aantrekkelijke manier voor het publiek leesbaar maakt. Ruimtelijk vormgever en kunstenaar Rob Sweren heeft bij het ontwerp een groep Lunteranen betrokken. Deze groep leverde gedachten, herinneringen en praktische informatie over de locatie en de geschiedenis daarvan, hetgeen Sweren vertaalde in zijn ontwerp. Het object is een stalen constructie geworden met houten planken, afkomstig uit het bos op de Goudsberg. Stichting Buurtschap Doesburgereng viert haar eerste lustrum. Dit valt samen met de Nationale Molendag. Ja, de stichting is in 2005 opgericht. En de aanleiding daarvoor was dat we in het gebied willen proberen om dit gebied mooi te houden, open te houden, vrij te houden van nieuwe woningen. Zodanig dat de oude culturele kenmerken van dit gebied ook bewaard kunnen blijven. En ook zichtbaar blijven voor de komende generaties. Dit is een hele oude eng. En het is ook een hele mooi bewaard gebleven eng. En de kenmerken van een eng zijn die prachtige bolle akkertjes. En ook de openheid van het gebied. Dat zie je hier ook. Er zijn weinig hekken. Je kan hele stukken ver kijken. En je ziet inderdaad die mooie ronde akkertjes. En die akkers zijn bol, omdat het hele arme gronden zijn. En vroeger zijn de boeren al begonnen met hun potstallen. En je weet wel, die hele lage mest die in de stallen gebruikt werden of ontstonden, om die uit te rijden over de weilanden, zodanig dat de aarde wat vruchtbaarder zou worden. En dat gebeurde jaar op jaar en nu nog steeds. En daarom zie je dat die akkers bol worden. En een andere kenmerk van ons gebied is dat je ziet dat er oude schapendriften doorheen lopen. Dus aan de ene kant hebben we die bolle akkers en daarnaast hebben we driften die heel laag uitgeslepen zijn, omdat die schapen echt met massa's door die drift geleid werden. Het gebied Doesburger buurt en omgeving staat bekend om haar veelal biologisch geteelde streekproducten. We zijn met nieuwe producten bezig. En er staan op dit moment op ons lijstje ongeveer tussen de 65 en de 100 verschillende producten van de Doesburger Eng. En heel vaak hebben studenten projecten gedaan hier. Bijvoorbeeld hebben ze gekeken naar de mogelijkheid om de meerwaarde van graan teelt helder te krijgen. En waarom was dat zo belangrijk voor ons? Wij wilden heel graag dat de zichtassen op de Doesburger Eng
nog beter zouden worden. Zodat we nog meer die openheid zouden kunnen zien. En als je dan heel veel mais hebt, wat heel hoog wordt, dan verdwijnt dat. Dus wij wilden heel graag naar graan. De studenten hebben uitgezocht wat zouden we nou kunnen doen met dat graan. Zodanig dat het voor de boeren interessant is. Biologische producten worden door steeds meer mensen gewaardeerd. Het grote aantal bezoekers was dan ook geen verrassing. Een scala aan eetbare producten werd hier uitgestald. Wat is een groene pannenkoek? Dat zijn Indonesische pannenkoeken. Daar gaat de extract van Indische grassoort doorheen, door het beslag, pandanpasta. En daar gaat er een vulling in van kokos met stroop en kaneel. Hoe kun je nou onderscheid maken tussen eetbaar en oneetbaar onkruid? Ja, oneetbaar is dat wat je niet kunt navertellen. Dat is te laat. Dat is wel te laat, ja. Ja. Ja, hoe kun je het verschil zien? Dat moet je leren. Daar moet je veel over lezen of je moet een excursie volgen. Naast eetbare producten was het, met Moederdag in aantocht, niet verwonderlijk dat er ook een uitgebreid aanbod was aan bloemen, planten en accessoires. Al met al een gezellig evenement met voor elk wat wils. Waar ik van droom, is dat de komende generaties ook echt hechten aan de natuur. En dat de komende generaties ook het belang zien van het schoonhouden van de natuur. En ik moet zeggen, dat is een beetje mijn persoonlijke stokpaardje. Al die mensen die rommel weggooien in de natuur. Ik vind dat zo zonde. Doe dat nou toch niet. Hou de boel schoon en hou het mooi. Daar hebben we er allemaal plezier van.